Stel je voor dat jouw kerstwens is rondlopen in een trouwjurk. Nou, de persoon die ik in de studio heb, die wilde dat. En we hebben met die desbetreffende persoon ook nog eens een filmpje opgenomen. En om je even in de sfeer mee te nemen van hoe die dag was, toen we haar wens in vervulling lieten gaan, spit je oren en luister. Staan we dan, Marleen, in een bruidswinkel. Wat doen we hier? We gaan een mooie jurk uitzoeken voor mij, voor de kerst. Vertel eens, wat is jouw kerstwens? Want we zien hier prachtige jurken. Maar je mag ons en de luisteraar en de kijker precies uitleggen waarom we hier staan. Het is wel een grote wens. Ik ben 11 jaar geleden getrouwd. Niet in een trouwjurk. En daar heb ik een beetje spijt van gekregen. Maar je hoorde op een gegeven moment dat Vonnex dan bezig was met het in vervulling laten gaan van verschillende wensen. En toen dacht je, dit is mijn moment. Ja, dat is mijn kans. Maar vertel, zeg maar, waar let je op als vrouw? Wat zijn echt de dingetjes die je wilt? Ja, wel een mooi slank silhouet. Ja, dat is wel heel mooi, ja. Ja, ja. Nou, ik denk dat je even moet gaan passen. Denk het ook. A few moments later. Zo, ziet er mooi uit. Marleen, mijn vraag aan jou is jouw wens nou helemaal in vervulling gegaan? Absoluut, 100%. Je bent helemaal happy, satisfied. This was your wish. Absoluut, ja. Ja, haar wish. En ze is ook gewoon vandaag in de studio. Welkom! Goedemorgen. Goedemorgen. Tof dat je er even bij wilde zijn. De wedding dress, je hebt hem mee naar huis genomen. Jazeker. Heb je hem stiekem al een paar keer gedragen? Nou, ik heb hem geprobeerd aan te doen, maar hij ging er heel snel uit. Oh, dat is een ander verhaal voor een later tijdstip op de radio. Hij ging snel weer uit. Jullie gingen de huwelijksdag nog een keer opnieuw doen. Ja, meerdere keren. Laten we gelijk horen. Nee, maar hoe was dat om zeg maar jarenlang met het gevoel te lopen en te zitten van ik zou graag in een trouwjurk willen schitteren. En dat het op een gegeven moment ook gebeurt. Heb je dan zoiets van, ja, van mijn bucketlist af? Absoluut, ja, ja, ja. Het was een heel bijzonder moment. Ik had niet gedacht dat ik dat nog zou doen. Ja. Dus het was gewoon super dat jullie er waren en dat we dat met elkaar gedaan hebben. Wauw. En je man? Want wat vond hij uiteindelijk ervan? Behalve dat hij alles snel weer uitrok. Maar wat vond hij zeg maar van dit hele gebeuren? Ja, typisch weer een Marleen-actie en dat het wel lukt bij mij. Dat is gewoon ongelooflijk. Een typische Marleen-actie. Je hebt wel vaak van die gekke dingen. Oké. En daar heeft hij alleen maar lol om. Hij vond het heel erg leuk. Hij heeft alleen de foto's gezien en natuurlijk de jurk wel eventjes thuis. Ja. Maar hij is ook erg benieuwd naar het filmpje. Wauw. Alles is geslaagd, alles is gelukt en wel. Absoluut. Marleen, ik wil je hartelijk bedanken voor je komst naar de studio. Ik wil jullie ook ontzettend bedanken. Het was heel gezellig. Jullie zijn super tof en hartstikke aardig. Ik heb me heel welkom gevoeld. En top dat mijn wens uit mocht komen. Bedankt. Oh,